Hier in Den Haag komen 17 rechters van over de hele wereld binnen. Please be seated. Zij zijn van het Internationaal Gerechtshof. Dat is een belangrijke rechtbank waar de hele wereld naar zou moeten luisteren. The sitting is open. De uitspraak vandaag gaat over genocide, een moeilijk woord. Het betekent het vermoorden van een heel volk, een groep mensen met hetzelfde geloof of die in een bepaald gebied woont. Volgens sommige landen doet Israël dit bij de Palestijnen in Gaza. Deze rechters gaan nog langer bespreken of ze het daarmee eens zijn. Toch zeggen ze nu al dat Israël moet stoppen met het doden van Palestijnse burgers. The state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide. Ook zeiden de rechters dat de terroristische groep Hamas alle Israëlische gijzelaars moet vrijlaten. En voor de Palestijnse bevolking moet er meer hulp de Gazastrook binnen worden gelaten. To address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Het is nog afwachten of Israël en Hamas naar de rechters gaan luisteren.